Er wonen nu in Nederland bijna 17 miljoen mensen. Dat is door de eeuw heen zo gegroeid. Maar heb je enig idee wanneer er voor het eerst mensen waren in Zuid-Holland? Nou, daarvoor moeten we terug naar de prehistorie, zo'n 8000 jaar geleden. Nederland was in die tijd één groot moeras met veel wilde dieren, ook veel vis. En met name dat laatste was interessant. Daar kwamen mensen uit andere gebieden op af. Nederland was toen overigens niet bepaald een fijne plek om te wonen. Daar was het veel te onherbergzaam voor. Je had dus nog geen boeren, die land bewerkten bijvoorbeeld. Maar er zwierven wel mensen rond en dat waren jagers en vissers. En zij legden kampen aan in de buurt van grote rivieren op hoger gelegen gebieden. Dat waren een soort duinen en die noemden we donken. De jagers en vissers zaten daar vooral in het winterseizoen, want in de zomer was het daar veel te nat. Vlak bij Hardingsveld-Giessendam ligt ook zo'n donk. En toen daar in 1997 door archeologen onderzoek werd gedaan, vonden ze het skelet van een vrouw. Het bleek dat zij ongeveer 7500 jaar geleden was overleden en begraven. Het is dan ook het oudste menselijke skelet dat in Nederland is gevonden. Dat archeologisch onderzoek was nodig voor de aanleg van een nieuwe spoorlijn. En daarom hebben de archeologen haar Treintje genoemd. Uit het onderzoek van het skelet van Treintje bleek dat ze in goede gezondheid was toen ze stierf. En ze moet tussen de 40 en 60 jaar oud geweest zijn. En behalve het skelet van Treintje vonden we ook allerlei gebruiksvoorwerpen. En zo kregen we meer informatie over hoe Treintje en haar familie, haar stam, moeten hebben geleefd. Ze woonden in lage hutten en aten veel vis, maar ook vogels en otters en bevers. Er is ook een kano gevonden die uit één enkele boomstam was gemaakt. En ze kwamen erachter dat Treintje ook een hond had. Nou, wil je meer weten over Treintje? Er is in het museum van Hardingsveld-Giessendam een speciale tentoonstelling over haar ingericht. Of ga een keer naar het archeologiehuis bij het Archeon. Daar kun je met eigen ogen zien hoe het was om in de tijd van Treintje te leven.